De eerste vraag die we vaak krijgen is van ja, wat is het? En dan zeg ik eigenlijk altijd, het is een kunstwerk. Breda Nu. Je weet het meteen. In het Centraal Station is de expo Upside Down geopend. Dit project is gemaakt in samenwerking met kunstenaar Onno Poyez en derdejaarsstudent Wouter van Voes. Wij namen een kijkje en raakten er helemaal ondersteboven van. Ja, wij zijn kunstenaars ontmoetingsplaats. KOP bestaat dit jaar 15 jaar. 15 jaar geleden opgericht als kunstenaarsinitiatief. Inmiddels uitgegroeid tot een stichting die allerlei projecten initieert om jonge kunstenaars en ontwerpers te helpen. Een springplank te zijn, deuren te openen, opdrachten te verstrekken, allerlei projecten. Het is eigenlijk dat je naast je studie wilde ik altijd het liefst van alles nog doen en dan iets opbouwen, zodat als je afgestudeerd bent dat je iets eigenlijk gelijk aan het werk kan voor jezelf. Dat is als kunstenaar is dat soort van voor mij het mooiste wat er zou kunnen zijn. En ik denk dat als je dit soort projecten naast je studie kan doen en ook in je studie kan gebruiken, want dat wordt ook gewoon geheel geaccepteerd door de academie. Ja, dit is super gaaf en dat vinden ze op school ook. Deze vitrines die worden beschikbaar gesteld door de gemeente Breda om actuele cultuur uit de stad te laten zien. En eigenlijk omdat wij met KOP, ik heb vorig jaar het stokje overgenomen van Carina van Bezooijen als directeur. En we bestaan dit jaar 15 jaar, we zijn onlangs verhuisd naar de Veilingkade. Was dat eigenlijk aanleiding om te vragen van nou, hè, dat is een actualiteit in het culturele Bredase veld. Dus laat maar eens zien dan waar jullie voor staan en hoe jullie deze vitrines zouden vullen. Nou ja, de eerste vraag die we vaak krijgen is van ja, wat is het? En dan zeg ik eigenlijk altijd, het is een kunstwerk. Want dat is het. En ik denk dat het voor mij en Onno een werk is wat iets zegt over hoe wij verschillend werken. Ik zou het niet generatie kloof willen noemen, maar wel. Hij is wel 20 jaar ouder, zit al lang in het vak. Heeft gewoon veel meer ervaring als ik. En ik denk dat dat voor ons in ieder geval ook wel een verbeelding is daarvan. Moment 1 was in december. Toen kwam de oproep online van KOP. Toen had ik me aangemeld en ik zat op dat moment in Barcelona voor mijn studie. En toen hebben we via Skype een gesprek gehad. En toen uiteindelijk in begin februari kwam ik terug en zijn we eigenlijk gelijk begonnen. Breda Nu. Je weet het meteen.